Dag, ik ben dokter Oostrom, een van de plastisch chirurgen van Gelder Ziekenhuizen. In dit filmpje krijgt u voorlichting over de operatieve behandeling van het carpale tunnelsyndroom. De neuroloog heeft u voor die behandeling naar ons toegestuurd, want er is vastgesteld dat er een zenuwklem zit. Die zenuw die loopt van uw hersenen tot aan uw vingertoppen. Onderweg komt die langs bruggen, tunnels en viaducten. En waar gaat het fout? Net als op de snelweg, daar waar vernauwingen zijn. Nou zit hier een tunnel, de carpale tunnel. Dat is een nauwe plek. Er hoeft maar wat te gebeuren of die zenuw komt daar klem te zitten. Nou heeft de neuroloog eerlijk gezegd niet vastgesteld dat die zenuw daar klem zit. Er is geen drukmetertje ingestopt. Maar ze hebben wel vastgesteld dat u filevorming heeft in uw carpale tunnel. Want er zijn stroomstootjes doorheen gejaagd. En die gaan te langzaam. Wat doen wij in Nederland als we ergens filevorming hebben? Dan gaan we de snelweg verbreden of de tunnel vergroten. En dan hopen we dat het verkeer beter doorstroomt. Bij het carpale tunnelsyndroom is het net zo. We kunnen uw zenuw namelijk niet genezen. We kunnen hem alleen meer ruimte geven, zodat de natuur hem kan genezen. Nou kunnen we er ook nog lastig bij, want deze kant is allemaal bot. Via deze kant komen we er niet. Alleen het dak van de tunnel is een strak bandje tussen twee handwortelbeentjes. En dat strakke bandje, dat kunnen we doorsnijden. Daarvoor maken we een sneetje in uw handpalm, ongeveer van hier tot hier. Maar onder de huid leggen we de zenuw wel vrij, van daar tot daar. Dus als u na de tijd hier een blauwe plek heeft, dat kan. Ondershuids zijn we daar wel geweest. We openen het dak van de tunnel. Daardoor krijgt uw zenuw meer ruimte. Maar er gebeurt nog een tweede ding. Want doordat we dat strakke bandje doorsnijden, kunnen de twee pilaren van de tunnel, die handwortelbeentjes, ietsje uit elkaar kantelen. Dus het dak gaat eraf en de pilaren kantelen iets naar opzij. Op twee manieren krijgt uw zenuw zo meer ruimte. Waarom vertel ik u dat zo specifiek? Sommige mensen voelen dat die anatomie van die handwortelbeentjes verandert. Het kan wel een half jaar zijn als u daar druk op geeft en u duwt die twee handwortelbeentjes uit elkaar, dat u nog eens aan ons denkt. Als u dan maar weet, oh ja, dat heeft ze uitgelegd, dat is pilarenpijn, dat zijn die twee handwortelbeentjes die aan het kantelen zijn, dan maakt u zich er niet druk over. Het dient het goede doel, want u krijgt meer ruimte. Het is volstrekt goedaardig en het houdt vanzelf op. Na de operatie heeft u 80% kans dat u direct van de klachten af bent. Met name tintelingen en pijn zijn vaak direct over. Dan heeft u 15% kans dat het langzaam maar zeker beter wordt. Met name dove topjes en krachtsverlies wil nog wel eens veel langer duren voordat dat zich herstelt. En als u met me meerekent, dan houdt u 5% over waarbij de operatie niet of niet geheel tot het gewenste resultaat leidt. We kunnen de zenuw nou eenmaal niet genezen. We kunnen hem alleen de ruimte geven en de natuur moet hem genezen. We kunnen een paard tot aan het water brengen. We kunnen het dier niet laten drinken. Dat moet hij zelf doen. Maar gelukkig 95% kans dat het helemaal goed komt, dus het is een operatie met een hoog slagingspercentage. Na de operatie zijn er een paar dingen waar u zelf aan moet denken. Ten eerste de vingers goed oefenen. Het enige wat u hoeft te doen is zo de hand open en dicht, zodat de pezen die ook door die tunnel lopen lekker blijven glijden. Ten tweede uw hand hoog houden na de operatie. Dat mag met een mitella of een sling, maar u mag hem ook gewoon zelf zo hoog houden. Als u er maar aan denkt, hoger dan mijn hart. Waarom? Als u uw hand naar beneden doet, krijgt u zwelling. Ten eerste vertraagt u daarmee uw genezing en ten tweede komt de zenuw weer klem te zitten. En die hebben we net vrijgelegd, dus dat is niet logisch. De eerste week na de operatie, liefst ook nog de tweede week, heeft uw hand rust en u oefent ermee. U mag uw hand alleen gebruiken voor uw eigen persoonlijke verzorging. Probeer maar eens je onderbroek aan te trekken met één hand, dat is heel lastig. Sokken met één hand, volstrekt onmogelijk. Dus in dat geval mag u uw hand gewoon eventjes gebruiken.
Na 1 week mag u het dikke verband eraf halen. Dan zitten er nog wel wat hechtingjes in, maar na 1 week mag uw hand weer nat worden. U kunt over die hechtingjes een pleister doen of een sokverbandje. Laat ze gewoon rustig zitten. Na 2 weken komt u bij ons op de poli en dan zullen de zusters voor u de hechtingen eruit halen. Dat is voor u het teken dat u de hand weer echt mag gaan gebruiken. En wat mag u dan? Alles wat geen pijn doet. Dus, kunt u na 2 weken het stuur van de auto weer goed vasthouden? Kunt u uitwijken voor een kind wat de straat op vliegt? Mag u na 2 weken weer autorijden. De eerste 2 weken krijgt u problemen met uw verzekering als er wat gebeurt, dus doet u dat alstublieft niet. Tussen de 2 en de 6 weken gaat u uitbreiden. En na 6 weken mag u alles weer. Wil niet zeggen dat na 6 weken niks meer pijn kan doen, want u zou nog pilarenpijn kunnen hebben. 6 weken is nou eenmaal geen 6 maanden. Maar na 6 weken kunt u niks meer stuk maken. U bent nu op de hoogte van de operatie en de nazorg. Wat zijn de risico's van de operatie? We gaan rakelings langs de zenuw, dus we zouden de zenuw kunnen beschadigen. De zenuw kan van slag zijn, omdat we in de buurt van de zenuw hebben geopereerd. En zoals bij elke operatie heeft u het risico op een infectie, een nabloeding of een lelijk litteken. Het komt allemaal heel erg weinig voor en als u zich niet laat opereren, dan is uw zenuw ook van slag en dan raakt die ook beschadigd. Dus uw risico is zeer beperkt. Ik wens u heel veel succes met de operatie.